van deze wijk, denk ik aan het rechtsgebouw dat je daar achter ons ziet. Denk ik aan dat park die rond dat rechtsgebouw ligt, de trambrug. Eigenlijk een aantal stedenprojecten die de wijk zou moeten beter maken. En de bedoeling was dat wij van het samenlevingsopbouw mensen daarop konden betrekken, met die mensen meedenken, dat mensen ideeën konden geven, ideeën konden lanceren, suggesties, opmerkingen en dat soort dingen. Om het verhaal kort te maken, zagen we eigenlijk dat ja, een aantal jaren dat we dat deden, dat we wat een bewonersgroep die regelmatig samenkwam. We kwamen samen met stedenbouwkundigen, daar werden plannen besproken, ideeën uitgewisseld. Maar eigenlijk zagen we dat de grote meerderheid van die mensen die op die agenda afkwamen, eigenlijk vooral de witte Gentenaren was. Terwijl, als je naar de wijk kijkt, is dat eigenlijk de wijk die heel divers samengesteld is. Vooral Turkse mensen. Maar eigenlijk kunnen we zeggen dat we toch denk ik meer dan 60 verschillende nationaliteiten in deze wijk hebben. Dus dat betekent dat we eigenlijk, naar mijn inzien, een zeer rijke wijk hebben. Een zeer diverse rijke wijk hebben. En dat kwam eigenlijk niet aan bod op die vergaderingen. Die mensen kregen eigenlijk geen stem of geen... Ja, die werden eigenlijk niet betrokken op die stedelijke vernieuwing, op dat stedelijk vernieuwingsproject Brugge naar het Blot. Bon. In 2006 koopt de stad Gent de fabriek aan die hier stond, de fabriek Alcatel, om eigenlijk op termijn die nieuwe woonwijk te gaan realiseren. Maar onder die betonplaat, dus die betonplaat dat je ziet, dat is eigenlijk de vloerplaat van de fabriek van vroeger. Onder die plaat zit eigenlijk heel veel verontreiniging, omwille van het feit, dat kunnen we niet zien, want de zijde staat ervoor, dat hele gebouw hierachter, dat was de Stadsgas, een van de gebouwen van de Stadsgasfabriek van vroeger. Dat was natuurlijk voor de Alcatel. En toen was de bedoeling eigenlijk dat men het kooks gas destilleerde. Dat gas werd dan opgeslagen in die gasgouders, die grote ronde dingen, kun je straks wel zien. En dan, dat gas werd dan in de stad eigenlijk gepompt om te kunnen gebruiken. In die jaren was het niet de gewoonte dat men eigenlijk de restanten van de overschotten van die kooks, dat men dat ging recycleren. Nee, dat werd gewoon in de grond gestoken. Maar als gevolg dat hier nu een enorme verontreiniging onder zit, dus dat moet gesaneerd worden. Vandaar dat die betonnen plateau eigenlijk blijft liggen om eigenlijk de vervuiling af te schermen van mensen die dit terrein gebruiken. Nee, dat is heel kort. Maar goed, dus eind 2006 zien wij die betonnen vlakte verrijzen, een hectare groot, in een van de dichtstbevolkte wijken van Gent. En zijn wij eigenlijk gaan inspelen op een aantal noden en behoeften die mensen hadden in deze wijk, zijnde een plek, een ongedwongen plek, waar dat eigenlijk iedereen zijn ding kan doen. En we wisten eigenlijk dat mensen op zoek waren naar groen, naar voetbal voor de kinderen, eigenlijk naar een aantal dingen die niet aanwezig waren in deze wijk. En dan zijn we dat eigenlijk gewoon heel simpel gaan organiseren. We zijn gestart met 80 van die mini-volkspuntjes. Op een hele korte tijd hebben we dat gaan verdubbelen. Een aantal jaren hadden we ook een culturele partner die de bedoeling had om de verschillende projecten eigenlijk cultureel aan elkaar te gaan verbinden. Dat was leuk, hè? Dat is ook leuk. Het kost heel veel geld. Vanaf 2011 zit het project nu volledig bij samenlevingsopbouw. Hebben we met bewoners, met organisaties oefeningen gemaakt van oké, hoe moeten we dit terrein nu de komende jaren gebruiken? Want we kunnen hier blijven tot 2017. Hoe moeten we dit terrein gaan invullen? Wat is een succesformule? En men was er... Moet ik zeggen, unaniem over eens dat die volkstuinen eigenlijk de sterkte waren van dit project. Dan hebben we eigenlijk heel simpel gezegd van oké, laten we dan de focus in de komende jaren, dus tot 2017, gaan focussen op die landbouwprojecten. Toen hebben we met een aantal mensen samengezeten uit de wijk, onder andere Geert. Dat zijn mensen die wel wat technische kennis hebben over het landbouw en boeren en dergelijke zaken opzetten. Ze hebben gestart met deze stadsakker. Dat is 1500 vierkante meter akker dat we ook gebouwd hebben op de beton. Je kunt dat straks zien, dat is omwald met zandzakjes. Dan hebben we ongeveer 55 camions aarde laten aanvoeren. Ze hebben heel snel gestart met planten, met zaaien en experimenteren. Met als doel eigenlijk om te gaan werken rond korte keteninitiatieven in deze wijk. Dus dat betekent in de straat hier schuin tegenover, waar we straks naartoe gaan, naar het eetcafé. Is ook een nieuw project geïnitieerd vanuit de stad om eigenlijk in deze wijk mensen te voorzien van gezonde voeding gecombineerd met een culturele luikje. Zaterdagavond is daar een optredentje, is daar een voorstelling, een theatervoorstelling, weet ik whatever wat. En eigenlijk proberen wij vanuit deze akker groenten te leveren aan dat restaurant. Een ander ding is, bewoners die met ons meewerken, die kunnen torenkes verdienen. Dus torenkes, dat is eigenlijk een soort alternatieve vorm van, een alternatieve munt om het zo te zeggen. Mensen die met ons meehelpen klussen, onkruidwieden, zaaien, planten, schilderen, whatever wat, die verdienen torenkes. Ze verdienen 25 torenkes per uur, dat komt overeen met 2,50 euro. En met die torenkes kunnen ze groenten van de akker kopen, maar kunnen ze ook gaan eten in het restaurant. Kunnen ze in de lokale winkelstraat groenten, fruit,
brood, cinematickets, sportabonnementen, geen bier, geen tabak. Eigenlijk alleen dingen kopen die een stukje matchen eigenlijk met dit project. Een ander project?